Zeewolde, welkom in Sportcomplex Het Baken in de vernieuwde sporthal. Helaas kon het sportgala wederom niet doorgaan in de luxe, maar sportgala zou het sportgala niet zijn om met een prachtig alternatief te komen. We hebben mooie interviews de komende dagen en vandaag hebben wij de eerste met Jan van der Bovenkamp. Jan, welkom. Ja, leuk voor de uitnodiging, dankjewel. Ja, fijn ook dat je er bent. Jan, je bent al een paar jaar geleden ook genomineerd geweest, toen als sportman van het jaar. Toen ging de prijs naar Alex van Suffelen toe. Corona heeft veel impact denk ik ook gehad op jullie als vereniging, op ons stekkie. Ja. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Nou, wij hebben een groot hoera geroepen. Want voor de hengelsport is het iets bijzonders geweest. Onze tak van sport heeft er alleen maar voordelen van gehad. Wij hebben heel erg veel leden extra weer erbij gekregen. Waarom? Mensen kregen meer tijd, waren thuis. Het eerste coronajaar was natuurlijk fantastisch weer. En als je dan de combinatie mooi weer en tijd en alle sportverenigingen dicht. Niet naar de kroeg, niet naar de bioscoop. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je vissen. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Maar voor mij is dat niet de noodzaak hoor. Ik vis eigenlijk heel veel, precies. Heel vaak. Ja. Dus voor mij was dat geen extra. En we hebben nu de enige pech die we echt hebben, is dat onze wedstrijden en onze activiteiten natuurlijk niet door kunnen gaan. Nee. Want jullie zijn ook een echte visfamilie, je schoondochter en je zoon. Ja. Hoe zijn die eigenlijk met het virus besmet geraakt? Ik heb twee zoons en hier zit het virus. Ja. zo is het precies, eigenlijk. Ja. Ik heb twee zoons, een tweeling. En beide hebben ze op nationaal hoog niveau gevist. De een die vist nu nog lekker door. De ander is zich helemaal op het roofvissen heeft hij zich gelegd. Maar ik heb een schoondochter erbij gekregen. Ja, en die is wel echt besmet door de complete familie. Die leerden we kennen hier aan het water in Zeewolde. En mijn zoon stelde haar voor als een vriendin. Maar ze vist ook, pa. Ik zeg, dat is mooi. Nou, dat was punten meteen ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar dat was nog klapstoel, telescoophengel. En als je daar plezier aan hebt, dan moet je dat vooral doen. Maar ze zag ons zitten met die hele uitrusting. En ze zegt van, maakt dat nou echt iets uit? Nou, en inmiddels vis ze in de WK-ploeg. En werd ze Nederlands kampioen afgelopen jaar. Of dit jaar. Nee, afgelopen jaar. Ja, we zijn 2021. Heel gaaf. Dus ja, dat is een feestje om daar weer zo kort op te mogen staan. En ik doe nu een beetje de begeleiding van een damesploeg. De eerste damesploeg in Nederland. En dat is ook wel weer apart. Want ik bedoel, we hebben nu op tv de visvrouwen. We hebben allerlei dingen om dames aan het vissen te laten gaan. En dat doe je dus nog naast je voorzitter zijnde van HSV Ontstekkie? Ja, daarnaast ben ik ook werkzaam in die hengelsport. Dus dat is helemaal gekkig werk. En ik ben landelijk bestuurder. Ook in de hengelsport, bij Sportvisserij Nederland. Heb je nog vrij tijd, Jan? Nee. 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 Jan, jouw eigen prestaties afgelopen twee jaar, wat heb je zelf mogen presteren? Ik heb, eigenlijk was er was natuurlijk veel minder te doen als andere jaren. Ik heb meegedaan aan een groot regionaal kampioenschap. En daar werd ik uitgenodigd als titelverdediger, maar dan van 6 jaar terug. Ja. Ik heb dat ding 2 keer meegedaan en ik kan nu ook zeggen dat ik hem 2 keer gewonnen heel heb. Goed. Dus dat is een hele mooie. Ja. En dat was er wel eentje die wel in het oog sprong. Waarom de nummer 2 in dat klassement ving bijna 10 kilo en ik ving 24 kilo. Zo. Dus er zat een verschil aan vangstussen waar men wel van onder de indruk was. Ik heb ook gelijk gezegd van jongens, volgend jaar weer iemand anders. Ja. Ik bedoel, laat iedereen dat lekker meemaken. En ik heb afgelopen jaar het moeilijkste Nederlands kampioenschap gevist wat er eigenlijk ooit was. Want we hebben nogal een familiedingetje achter de rug. En waarbij we eigenlijk geen van allen echt gemotiveerd waren. Maar op de een of andere manier werden we daarin juist gesterkt. En overkwam het mijn schoondochter die 3 kilometer verder zat aan het Noord-Hollands kanaal. Dat ze Nederlands kampioen werd. Ja. En ik werd 2e bij de heren. Nou zit daar een verschil tussen. Bij dames doen er heel wat minder mee dan bij de heren. Dus de kans is misschien dan ook nog weer wat kleiner. En ik had echt het idee dat ik gewoon Nederlands kampioen was ook. En reed dat hele parcours langs. Kwam op de allereerste stek in het parcours. En dat is echt een paar kilometer verder. En daar zat er dan 1 die meer had. Ja. Ja, en dan moet je weer je meerdere herkennen. Ja, maar dat is ook wel weer leuk, want dat is een jonge jongen. En dat is weer iemand waar ik zelf dan ook nog een klein beetje aan de begeleiding heb kunnen doen in het verleden. Dus dan is het ook wel weer, dan past het. En ook wel mooi dat we met trieste familieomstandigheden de knop hebben kunnen omzetten om juist te Dat was voor ons zeg maar de motivatie om zeg maar het leven weer lekker positief op te pakken. En met een prachtige prestatie. Ja. Ja. Ik zou willen vragen of wethouder Zuidhof op mijn plek even wil gaan zitten. Oké. Okay. Ja. Jan, het is misschien voor jou echt een hele grote verrassing. Ja, absoluut. Voor iedereen die een sporthart heeft, denk ik niet. Het is echt een eer om namens Zeewolde, namens burgemeester en college van burgemeester en wethouders, je deze prijs als sportman van het afgelopen jaar
mag je overhandigen. Deze is voor jou. God, dat is wel een hele aparte. Gaan we zo doorgeven? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Jeetje. Ja, wat moet je dan weer zeggen? Ik zou het gewoon in dank ontvangen. Ja, maar dat doe ik zeker. Dat doe ik zeker. Ik ben er ook trots op. Want ik bedoel, weet je... je doet dit voor je sport, hè? Voor de hengelsport. Je weet, ik ben wel iemand die in alle takken van sport wel een pusher ben. Ik wil graag dat mensen dat sportieve ontspannen oppakken. Ja. En ja, het vissen, dat ligt me in mijn hart. En we hebben een hele grote vereniging. En ik denk dat iedereen daar trots op zal zijn in de hengelsport. Dank je wel. Nou, hartstikke goed. Het is je echt van harte gegund. Het is ere wie ere toekomt, hè, zeggen ze dan. Ja. Dus het is echt een moment van eer. Dus ontvang dat alsjeblieft. Ja, dat doe ik. Je hebt een bijzonder jaar achter de rug. Zeker. In allerlei facetten, ja. Dat weet ik. Omarmen. Gaan doen. Geniet van. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Ja, trots op. Dank je. Jan van de Bovenkamp, van harte gefeliciteerd. Sportman van het jaar 2021. Een fantastische prestatie. Morgen is aflevering 2 van De Week van het Sportgala Zeewolde.